Is er een boek waar je echt ontzettend mee geworsteld hebt om dat op papier te krijgen? Je verhaal, dat het niet goed uitkwam? Ik zit even te denken of dat iets is wat... Een soort writer-block moment. Nee, dat niet. Dat nee. Niet. Ik weet, daar heb ik gelukkig nog nooit last van gehad. Kan natuurlijk nog komen, dat kan altijd. Maar het boek waar ik het moeilijkste mee heb gehad was Achtste Groep Is Huilen Niet. Ja. En het gaat over een meisje wat echt met mij in de klas heeft gezeten. Ze heette in het echt Anke. Ik heb er later Akkie van gemaakt. En zij was overleden. En ik had dus echt alles meegemaakt. Ook gesproken op haar begrafenis. Heel vaak bij haar ouders geweest. Ook heel vaak in het ziekenhuis geweest. Dus het zat heel dicht bij. En ik dacht later, ik wil over haar schrijven. Want het was zo'n ontzettend goed kind. Een heel sterk, geestige meid. En ik dacht... Ik wil over haar vertellen en ik weet, ik ben 7, 8 keer begonnen aan het boek en het lukte gewoon niet. Het was helemaal niks. Ik weet zelfs dat ik het liet aan Casper lezen, mijn jongste zoon, de eerste paar hoofdstukken. En die zei, gaan we ineens literatuur schrijven? Ik zat in een soort kramp, hè. Het gaat over een meisje wat doodgaat en elk woord moet ik op een goudschaaltje leggen. En ik kreeg het dus niet. En dat, ja, ik heb het dus echt laten liggen. Dus ik dacht, nou... Misschien komt het wel. En het was bijna symbolisch. Ik woonde toen in Brabant, in Bakel, toen, waar zich dat allemaal afspeelde. En zij is in 91 overleden en wij zijn in 98 zijn wij hier naar Limburg verhuisd. En het eerste boek wat ik geschreven heb was dat boek, okay. Hier. Toen had ik ineens afstand, ook letterlijk. Maar toen heb ik ook iets anders gedaan. Ik dacht, ik moet een paar dingen anders gaan doen. Ik heb haar naam veranderd, ik heb de namen van de kinderen in de klas veranderd. Ik heb de meester die in het boek zat, daar was ik zelf, heb ik onmiddellijk uitgeschopt. Daar heb ik juf Ina van gemaakt. Dat was overigens wel een juf die wel eens inviel in mijn groep. En toen kon ik ineens, en toen dacht ik, het is gewoon een verhaal over een klas, die maakt dit mee. Ik heb al zoveel boeken geschreven over school en over een klas. En dat ga ik nu weer doen. Dus er was ineens een soort rust van, ja, ik kan nu het verhaal vertellen op mijn eigen manier. En ik zit niet meer in die rare kramp. Maar het heeft dus een jaar of 7 geduurd voordat ik dat voor elkaar had. En ik denk dat we wel vast kunnen stellen dat dat een boek is die heel veel mensen geraakt heeft. Hè? Ja. Heb je daar ook het meeste reacties op gekregen, denk je? Ik denk het wel, maar ik merk altijd als ik op scholen kom, zeker in de bovenbouw, kinderen vragen er altijd naar. Naar dat boek. Of naar het verhaal? Of is het echt gebeurd? Dat willen ze dan vaak weten. Of was jij waarom zit er een juf in het boek? Jij was toch de meester? Weet je, zo dat soort verhalen. Dus dan kun je ook uitleggen hoe moeilijk het was om het boek te schrijven. Ja. En ik vind dat het uiteindelijk wel gelukt is. Omdat ik het bijvoorbeeld ook heel belangrijk vond. Ik dacht, het moet geen sentimentele draak worden. Het moet gewoon... Het moet ook geestig zijn. We hebben ook heel veel gelachen met haar. Als ik recht wil doen aan Anke, Akkie, dan moet ik ook dat vertellen. En nou, dat vond ik wel belangrijk. En dat kan ik dan ook aan kinderen vertellen. Wat mijn intenties waren bij het schrijven van dit boek. Ik kan me voorstellen dat haar ouders ook wel blij waren misschien met het verhaal. Nou, het was heel bijzonder, want zij... Ze moest regelmatig naar het ziekenhuis en dan lag ze in Nijmegen. En dan moest ze daar een week of 14 dagen blijven en dan kreeg ze een kuur en dan mocht ze weer terug. En dan kwam ze weer gewoon naar school. Meestal alleen 's ochtends, omdat het dan te vermoeiend was. Maar het was zo'n doordouwer, hè. Ze wilde gewoon erbij zijn. Ja. En als ze in het ziekenhuis lag, dan ging ik altijd naar haar toe, nam altijd een paar kinderen mee. En ik weet dat we op een zeker moment weer ongelofelijke pret hadden over iets. En toen zei haar beste vriendin, hè, de Elisa uit het boek, die zei tegen mij, hey Mees, je moet een boek over te schrijven. Zo van, en waarop Anke zei, ja dat moet je doen, dan word ik beroemd. Dat was echt als een soort grap. Hè? Ja.
En daar moeder zat er ook bij. En toen hij overleden was, een paar dagen later was ik weer bij die ouders. En toen zei haar moeder, Hetty, die zei van, ga je dit boek nog schrijven? Ik zei, ja, maar Hetty, toen dacht ik van, nou, ze wordt beter. Want het was toen nog zo. Dus ja. Ik dacht, nou, dan ga ik nog eens een keer met haar zitten. En dan gaan we nog eens praten. En dan, misschien wordt het wel een boek. Ik zeg, maar nu dit. Ik zeg, maar zou je dat dan willen? Ja, zei ze, dat zou ik heel graag willen dat je dat doet. Dus het was nog een extra opdracht die ik kreeg. En toen dacht ik, nou, misschien moet ik het maar wel doen. Ja, maar goed, dat heeft toen nog een hele tijd geduurd. En, maar het bijzondere was wel, zei, want ik had op een gegeven moment gezegd, als ik het af heb, willen jullie het dan eerst lezen? Maar dat wilden ze niet. Oh. Ze zeiden, en ik heb ook gezegd tegen ze van, kijk, als je als schrijver met zo'n onderwerp aan de gang gaat, jullie zullen als je het boek leest dingen tegenkomen van je zegt, nou, dat herkennen we onmiddellijk, maar ik moet ook de vrijheid hebben om dingen naar mijn hand te zetten. Want het moet wel het moet niet een soort letterlijk verslag worden, want dat is interessant voor de familie en voor de klasgenoten, de andere kinderen, voor mij. Maar voor een meisje of een jongen in Den Helder die straks gewoon een boek van Jacques Vriendje wil lezen, die wil wel een jeugdroman lezen. Hè? En dat snapte ze heel erg goed. Maar wat ik het grootste compliment vond, dat ze achteraf zeiden bij de ouders van, het is goed dat je dat zei, want er zitten echt dingen in dat ze dachten, oh nee, dat is helemaal niet zo gegaan. Hè? Ik noem maar heel simpel, op schoolkamp, we zaten op de Waddeneilanden. Hè? En dat was in het boek niet zo. Hè? Maar ze zeiden, wat wel zo bijzonder was, wij herkenden haar helemaal. En wat nog bijzonderder was, zij hadden natuurlijk na 7-8 jaar, ga je idealiseren. Je gaat natuurlijk, terwijl ze natuurlijk ook gewoon kanten had. Ze kon af en toe behoorlijk stevig uit de hoek komen. En was heel fel kon ze zijn. Op het brutale af. Ik moest er altijd erg om lachen, want ze had iets heel ontwapenends altijd. Maar ze zei soms als haar moeder erbij iets tegen mij. En dan zei die moeder, dat zeg je toch niet tegen een meester? Weet je wel? En dan vond ik kon er alleen maar om lachen. Want we hadden echt een hele goede band. En nou ja, dat vond ik wel het grootste compliment. Dus ze zeiden, het is wel onze anker. Als wij dit lezen, dan herkennen we haar helemaal. Maar ook, je hebt haar helemaal beschreven zoals ze echt was. En niet alleen maar geïdealiseerd. En dat vond ik wel een compliment. Waar ik nou benieuwd naar ben, is wat is jouw favoriete boek? Doe dan uit mijn oeuvre. Ja, tuurlijk. Ja, ik denk echt wel Willem en Dikke Teun. Toch wel? Ja, zeker. Ja, en ik heb een nieuwtje gehoord, hè? Ja, hij komt binnenkort, wat was het, 6 oktober, wordt hij opnieuw uitgebracht. Gelukkig. Ja. Ja, met een prachtig nieuw omslag van Alex. Alex de Wolf, die heeft zich weer even uitgeleefd. Dus dat, maar Alex en ik, we kunnen het sowieso goed vinden, maar we hebben altijd wel iets gehad met Willem en Dikke Teun, alle twee. Dat, ik weet toen hij in de tijd die illustraties ging maken, dat hij ook helemaal verliefd was op die poes. Dus dat, dat merk je ook nu weer aan het omslag. En wat je me net vertelde, off camera, is dat Teun? Teun is echt. In de zin, helaas leeft hij niet meer, maar we hebben dus zelf een hele grote, dikke, rode kater gehad die Teun heette. Onze kinderen die zijn er al heel vaak, toen ze natuurlijk een stuk jonger waren, waarom schrijf je nou niet eens een keer een mooi boek over onze Teun? En de Teun was de inspiratiebron, maar ik heb daarbij ook nog teruggegrepen naar mijn eigen jeugd. Want ik ben opgegroeid met een grote witte poes, die overigens Tom Poes heette. Dat was maar eens. En ik weet niet beter dat hij er altijd was, dus ik heb hem geloof ik toen ik een jaar was of zo, is hij in huis gekomen. En mijn moeder die vertelde later dat ik als peutertje en nog niet zo goed kon praten, maar dat ik wel al gesprekken voerde met Tom Poes, met mijn poes. Dat ik kennelijk een heel goed contact met hem had. Dan zat ik tegen hem te praten en dan luisterde die kennelijk. En dat heb ik altijd onthouden. En dat beeld, die combinatie van mijn Tom Poes en onze Teun, dat is Willem en Dikke Teun geworden. Ja. Ja, ik heb nog een paar dingen, maar die bewaar ik voor boven. Is goed, zullen we naar boven gaan dan? Nee, helemaal goed. Ja? Deze mail kreeg ik bij mijn afscheid, toen ik afscheid nam van mijn schooltje in Bakel, waar ik directeur was van de kleine kapitein in de school. En toen kreeg ik de bel waar ik zelf altijd jaren mee gebeld had, kreeg ik mee als afscheidsgedoodje met hele lieve woorden erop.
Ja, die lieve dikke juf van Jansen was heel grappig. Was ik in een kleutergroep bij, en was echt een hele stevige juf. Echt, en we zaten zo in de kring en ik was aan het vertellen en er zat een kleuter naast mij. En op een zeker moment was een meisje naar de wc geweest en die kwam terug en die struikelde over een been of zo. En die viel en die huilde vreselijk. Die ging echt. En de juf staat op, pakt het kind en zet het bij haar op schoot. En zo hield het stevig vast. En toen zei die kleuter naast mij, die zei... De schoot van onze juf is de fijnste schoot van de hele wereld. Ah. Zo echt met zo'n droom. En dat vond ik zo'n fantastische uitspraak. En daar toen ontstond het idee voor de lieve dikke juffrouw Jans. Dat, ja. We hebben het over heel veel titels gehad, Jan. Ja. Er is toch eentje die we missen nog, hè? Ja. Ja, ik weet niet, volgens mij hebben we het over dezelfde. Ja, klopt. Ja. Oh? Meester Jaap. Ja. Eigenlijk ben jij meester. Ja. Ja, nou, ja, dat is heel grappig. Ik weet dat ik de eerste Meester Jaap verhalen had geschreven. En het ontstond eigenlijk omdat ik dacht, ja, er zijn nog zoveel dingen die ik zou willen vertellen, maar die kan ik niet in een dik boek kwijt. En toen had ik de tekeningen opgestuurd naar Annette, of de tekst. En toen belde Annette me en zei ze, ze gaan hier nou over jouzelf die verhalen, of vertel nou eens even. Ik zei, ja, weet je, Annette, het is natuurlijk wel ontstaan. Ja, die ideeën komen wel uit mijn eigen ervaringen. Maar goed, het is niet zo dat alles wat in Meester Jaap staat echt gebeurd is. Maar nou, je kunt bijna wel zeggen dat in elk verhaal zit wel een element, zit wel iets wat de aanleiding was voor mij om een verhaal van te maken. Nou ja, toen heeft ze Meester Jaap ook wel een beetje op mij laten lijken. En in een van de laatste delen, in Meester Jaap is een held op sokken, toen zag ik die tekening. Ik zei, Annette, Meester Jaap is een beetje dikker geworden. Ze zei, nou, jij wordt toch ook dikker? Oeps. Ja, Meester Jaap, ja, en dit is, hij staat hier altijd. Ik vind hem echt fantastisch. Cadeautje. Neem je mee op school? Ja, ik neem ook wel eens mee. Dan laat ik hem even zien. Ik zeg, jongens, weten jullie wie dat is? En dan brult hij hele zaal. Meester Jaap! Toch iets goed gedaan. Ja, leuk hè? Ja, hij is echt goed. Maar is je Meester Jaap verhalen zijn niet klaar? Of voel je er nog wel eens eentje opkomen? Jawel, ik merk dat ik af en toe, dan ben ik, of ik ben op een school en er gebeurt er iets. En denk ik, oh ja, natuurlijk, dat, zo ging dat. Of hé, hey, en dan schrijf ik het op. Toch wel. Ja. En dan op een zeker moment, dan komt er misschien wel weer een moment dat ik denk, kom, ik ga nog eens een nieuwe Meester Jaap maken. Ja. Leuk. Ja, toch hè? Toch? Ja, is daar wel nog behoefte aan, Meester Jaap? Ja. Ik denk het wel. Ja, nou. Dus ik lijkt mij als een weer ideaal dat je even, ja. Even gewoon een verhaal van pakt, toch? Nou ja, en wat ik zelf, ik ben natuurlijk een moralist, laat ik het bij zeggen. Ik blijf natuurlijk de oude schoolmeester. Er zit altijd wel, in heel veel verhalen van mensen toch wel een klein boodschapje zo. En dat kan ik niet laten. Maar ik merk altijd, dat hoor ik van leerkrachten, dat ze dan zeggen van ja, dat is juist ook het leuke van die verhalen, dat je ze ook kunt gebruiken om eens een keer iets aan de orde te stellen in je groep. Hè? Ja. Met natuurlijk als... Ja, het meest bijzondere voorbeeld is seksuele voorlichting. Ja, dat wou ik zeggen. Dat is, ja. Er zijn ook leerkrachten die dan tegen me zeggen, oh, ik had die verhalen nooit van tevoren gelezen. En dan ineens lees ik zo'n verhaal en dan denk ik, oh, wat ben ik aan het voorlezen? En dan ligt de klas natuurlijk al dubbel natuurlijk. Hè? Inge en ik hebben genoten van het interview met Jacques Vriends. Maar ja, aan alles komt een eind en Jacques moest weer aan het werk. En dat willen we ook graag. We willen nog veel meer en vele jaren... Hartstikke mooie boeken van Jacques Vriends op de plank. En dan komen we gewoon nog een keertje langs. Jacques, van harte bedankt en tot een volgende keer. Hey, hi.